Het regent soms in Saint-Tropez. Een roos heeft vaak geen geur. Zelfs Rembrandt valt niet altijd mee. Mendelssohn wordt snel een sleur. Haydn is soms een cliché en Brahms een open deur. Is Schumann steeds geweldig? Nee, maar Mozart stelt je nooit teleur. Mozart stelt je nooit teleur. Ik ben Jeroen van Merwijk, cabaretier en beeldend kunstenaar. En ik speel het theaterprogramma Graag meneer van Merwijk. Ik heb er zitten kijken in mijn aantekeningen. En wat blijkt nou? Het is vanavond op de kop af, 20 jaar geleden, dat ik voor de eerste keer op een podium stond. Ik moet zeggen, ik verwacht ook wel het een en ander vanavond. In de jubileumsfeer. Ja. Een prijs of zoiets. Graag meneer van Merwijk gaat over de dood, hoop en liefde. Verpakt in andere onderwerpen. Het gaat over gehandicapten, het gaat over Amerika, het gaat over cricket. Het gaat over allerlei dingen, maar het gaat in diepste wezen gaat het programma over God, hoop, de dood en liefde. De doodstraf! Ja, ja, we dachten al, waar blijft de doodstraf? Maar er is hij dan toch in al zijn glorie. Dus vrienden, nog één keer. Wat is Amerika? Eigenbelang, het kapitalisme, censuur, de doodstraf. Maar natuurlijk vooral Olly, precies. Als kunstschilder ben je in je eentje. Zit je in je eentje in een atelier te werken. En heb je eigenlijk nooit de mensen die het schilderij zien bij je. En als cabaretier is het eigenlijk precies andersom. Dan zou je dus de dingen te maken voor de mensen. En het is een hele leuke combinatie, omdat het twee kanten van mij laat bloeien die ik allebei wel heb. Er is een land van geen belang, dat naar zijn navel staart. En alles gaat zijn lode gang, niets is de moeite waard. Er is een land dat altijd zeurt en steeds op zeker speelt. Een land waar nooit echt iets gebeurt. Een land dat zich verveelt. Vervelie, vervelie, een grote lange sleur. In deze voorstelling heb ik eigenlijk geen favoriete stukken. Ik vind het een leuke voorstelling om te spelen. Er zit niks in waarvan ik denk van, oh, dan krijgen we dat. Het is eigenlijk een constant spel met de zaal. En dat is wat cabaret in diepste wezen is. Wat een publiekje weer, hè. Kijk nou toch eens. Daar een keer, Jeroen. Intelligentie druipt er weer vanaf, hè. Hallo, daar nog twee. Hallo. Nou, goed om elkaar te zien. Nou, ik houd hierbij, ik ga niet iedereen een hand geven. Hè? Als cabaretier kun je overal je kunt vaak dingen niet eens gebruiken, omdat ze zo absurd zijn. Ik ken iemand die heet Mona Toet. Dat kan je op een podium niet gebruiken, dat gelooft niemand. Ik ken iemand die heet Cornetto. Dit echt, het was een oude baas van een kroeg in Utrecht. Die man die heette Cornetto, hij is overleden. Maar dat op een podium zegt, dat gelooft niemand je. De werkelijkheid is vaak nog krankzinniger dan wat je op een podium kunt verzinnen, dat je überhaupt kunt verzinnen. Voor mij persoonlijk is nog steeds het onderwijssysteem direct verbonden met tegenwind. Ja, de fiets je vroeger naar school en dan had je tegenwind. En de tegenliggers die hadden ook tegenwind. Iedereen had vroeger tegenwind. We zouden gewoon weer eens een beetje tegenwind moeten krijgen. Weer eens een goede blitzkrieg. Ik heb een lied geschreven, een troostlied voor Amerika. Omdat iedereen zo tegen Amerika is, heb ik een troostlied geschreven voor Amerika. Ja, en dan ga je gewoon zitten. En dan ga je alle positieve punten van Amerika opnoemen. En dan zie je die zaal langzamerhand denken van, ja, verdomd, heb ik nog gelijk ook. Bijvoorbeeld, mensen zeggen vaak dat Amerika zo'n cultuurloos land is. Terwijl alle cultuur uit de vorige eeuw, bijna alle cultuur, komt uit Amerika. De tekenfilm, de musical, de film, noem het maar op, de moderne schilderkunst, het is allemaal Amerikaans. De dans, de nieuwe moderne dans. Dus ja, het is gewoon krankzinnig om te zeggen dat het een cultuurloos land is. Dit is mijn liedje voor Amerika. Mijn eerlijk liedje voor Amerika. Want al ben je soms een ongelikte beer, je bent voor mij toch nog wel meer mijn zielige Amerika. Er komt volgend jaar een nieuwe voorstelling. En die gaat heten, dat moet meneer van Merwijk nodig zeggen. En ja, dan gaan we dus kijken wat ik ben nu aan het schrijven. En ik ga in Frankrijk, ik heb een huis in Frankrijk waar ik schrijf en schilder. Dan ga ik dus heel veel dingen schrijven en dan komen we wel weer achter waar die voorstelling over zal gaan. Geen prijs. Nee, zeg, je zult eens een keer een prijs krijgen. We hebben toch gelachen de afgelopen 20 jaar, hè? Zo spreken we elkaar over 20 jaar weer hier tegenkomen. 7 februari 2029. Lachen, gieren, brullen. En de traantjes uit de oogjes wrijven van de onbedaarlijke lol bij meneer van Merwijk.